Wij hebben ons aan de voorkant van dit toernooi een doel gesteld. We have put a goal in our heads, and it means that we need to win. As many as we can win, the better. But if we win tomorrow, we'll have achieved our goal. Na deze wedstrijd kunnen we kijken hoe ver we daarin staan. Japan heeft wel 3 wedstrijden gespeeld, 9 punten. It was misschien niet. Japan, of course, played 3, and they have 9 points. It was probably not always as good as it could have been, but it's still a recognizable style of football. Herkenbaar voetbal willen. Via een hele herkenbare stijl voetbal spelen. Ik denk dat hun ook onderscheidend maakt. And that sets them apart in some way as well, because you can tell it is the Japanese team. It still remains an excellent team. Het blijft gewoon een hele goede ploeg en een hele mooie ploeg om naar te kijken. Dus ja, dat is natuurlijk een. For us, qualifying for the Olympics would be fantastic. But we also really understand that we have to play the match first, and second, we have to win. It's going to be a hell of a game, and it's going to be very difficult. But there is something wonderful waiting for us if we succeed. Everything will have to go right tomorrow to achieve that goal and have a ticket to the Olympics. Ja, en goed, alles zal morgen moeten kloppen bij ons.